We laten jullie even zien hoe je een vrouwtje schoonmaakt. Kijk maar eens even mee. Nou, je snijdt hem aan de achterkant los. Niet te diep, in verband met de gal. Dan snij je hier net onder het bekje. Daar snij je hem los. En nu pak je de kieuwen en alles in één keer eruit. Dan heb je de bloedbaan er nog in zitten. De bloedbaan die schuif je nu met behulp van water. En schoon is hij. Voor de zalm vooral geldt hetzelfde. Die laten we jullie ook zien. Die snij je ook van de achterkant in. Wederom niet te diep. Tot voor en toe. Pak je hem wederom onder de bek. Dit stukje snij je hem en pak je weer alles eruit met kieuwen en al in één keer. Kijk. Heb je wederom die bloedbaan er nog in zitten? Die moet er nog even uitgespoeld worden. Dit zijn dan de visjes. Ze kunnen in de rooktong, ze kunnen in de pan. Je kunt ze fileren. Smaakt heerlijk. Is smakelijk.